Het project We Kring voor Libi Kring is vanmorgen gelanceerd in de Krutoso van Brownsweg in het district Brokopondo. Dit project moet zorgen voor bewustwording over vuilophaal en verwerking en de samenleving bewust maken over de effecten van plastic in het milieu. Bij de lancering van het project We Kring voor Libi Kring zijn er 2 recyclebakken geplaatst in het dorp Brownsweg. Loes Trustful, program manager van Schoon Brownsweg, zegt dat dit project deel is van een groter geheel. Het initiatief komt uit de samenleving van Brownsweg zelf, namelijk van de stichting Toemau. Dit voorbeeld verdient navolging, meent Trustful. Er moet niet meer gewacht worden op de overheid, maar bedrijven en organisaties moeten zelf initiatieven nemen om het milieu te beschermen en ontwikkeling op gang te brengen. Een idee die is voor Schoon Brownsweg komt voor een organisatie te bouwen. Actie mee, omdat we dingen aan toe zijn bezig. Hoe kunnen we zorgen dat er meer bewustwording komt? Als het gaat om vuil, want wat lotto is, is dat de maïgona boven Suriname, de goja. Tegen een presie, overal vuil je geen lekkere naam. Weet je dat, we kom binnen bij Brownsweg, ik zag daar bij die bushaltes, maar een vriend, ook de njauwa zijn die vrienden noemen. Dus we moeten gaan denken aan een stukje verandering van attitude. We gaan ook met de schooljeugd bezig zijn, zodat men zegt jong geleerd, oud gedaan. Jennifer Josefsson Wachter, onderdirecteur districtsbestuur en decentralisatie, zegt dat het project belangrijk is omdat het een goed voorbeeld is van burgerparticipatie. Want mevrouw Trusseltaki, we doen het van onderuit. Want meestal de overheid in Brokotak, we kunnen we ideeën en dat we voer projecten uit. Maar in decentralisatie, want de belangrijke poten voor decentralisatie naar burgerparticipatie. Dat want taki, hoe one make de burger voor Sranang doe mee naar het beleid voor haar regering. Districtscommissaris Ludwig Mendelssohn van Brokopondo haalde aan dat er veel goede projecten in het gebied worden uitgevoerd. Hij benadrukte dat onder andere de bestuursdienst na de lancering mede verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van het project We Kring voor Libi Kring. Echter zal de gemeenschap ook een belangrijke rol spelen. Dat de moesje voor Harry voor kan tang controleren en tang monitoren het project. Want voor wat die tak naar mevrouw Loes of naar mevrouw Asha of naar Ode moest komen voor kan continueren het project, dat na zomaar ook kon je dit. Ja? En dat aan ons moest doen. Een bewustwording, een start-up, Surrey training, ja toch? En alle de ondersteuning zou we vinden voor de traag stakeholders met Brownsweg graben te kunnen gaan toe aan. Het project We Kring voor Libi Kring is een samenwerking tussen Conservation International, Surrey, de Small Grants Program, Fernandes en het ministerie van regionale ontwikkeling en sport. Om het project goed uit te dragen en om de voortgang te garanderen, zullen enkele lokale bewoners optreden als rangers. Ook zullen Surrey en Fernandes trainingen verzorgen over het recyclen van plastic en hoe afval te scheiden.